zoek en doe dat met heel veel plezier. Ja, 3 maanden. En het waren 3 stevige maanden, kan ik wel zeggen. Er zaten leuke momenten bij, maar er zaten ook momenten bij dat ik dacht van, mijn hemel, wat is dit tough? Wat is dit best wel zwaar? Er stond een oproepje in de krant en ik wou al lang weer wat aan mijn conditie doen. En dit was nou het uitgelezen moment om 3 maanden lekker hier te sporten onder begeleiding. Wij zoeken deelnemers die boven de 55 jaar zijn, diabetes type 2 hebben en geen insuline gebruiken en graag door middel van gedrag, beweging en voeding hun leefstijl willen veranderen en zeker ook gezonder in de toekomst willen leven. Ik zei nou graag, nou en ik heb 3 maanden meegedaan en ik vond het hartstikke leuk, leuke ploeg. Ik ben een hoop vooruit gegaan. Van 3000 milligram ben ik naar 2000 milligram gegaan. En van 85 kilo ben ik nu 76 kilo. Ik voel me prima. Ja, ik denk dat je elkaar steunt en ook van elkaar leert. En dat is echt het uitwisselen, dat is heel belangrijk. We zien significante verbeteringen, dat sowieso. Maar het verschilt ook een beetje hoe de deelnemer er al in staat. En hoe ver de deelnemer al is in het aanpassen van de voeding. De ene deelnemer is bijvoorbeeld al veel verder en heeft al veel veranderingen aangepast. En de ander die moet nog vanaf het begin eigenlijk beginnen en die helpen we vanaf daarmee. Mijn leven is zeker wel veranderd in die zin dat ik veel beter ben gaan letten op mijn voeding, op mijn eten, op de regelmaat van eten. En ook het belang toch wel van bewegen. Niet iedereen houdt van een sportschool, dat kan zo zijn. Maar ik heb hier ontdekt op deze, in dit traject. Om te gaan met diverse toestellen. En dat heeft mij heel erg geholpen bij mijn mindsetting ten aanzien van voeding, maar ook ten aanzien van bewegen. Persoonlijke trainers, persoonlijke voedingsbegeleiding, groepslessen. En we hebben ook nog heel gezellig een keer samen gekookt. Kortom, een topprogramma. Eigenlijk is dit programma voor iedereen. En het zou ook leuk zijn als er mensen van verschillende culturen mee zouden doen. Dat zou leuk zijn omdat je dan wat meer uitdaging hebt voor de studenten om de dieet aan te passen aan dat cultuur. Daarbij denk ik dat het voor iedereen, ongeacht je achtergrond, belangrijk is om te bewegen en aan je voeding te denken. En zeker als je wat overgewicht hebt of je nog zwaarder bent. Het onderzoek betreft mensen met type 2 diabetes en overgewicht. Nou, van overgewicht weten we dat het een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten. En dat proberen we zoveel mogelijk naar beneden te brengen. Dat risico van op hart- en vaatziekten. Dus afvallen als het ware. Toen bij de dokter, hij zei nou, Ulleroet, je hebt diabetes. Nou, ik heb gehaald, want je hebt je hele leven gewerkt. Na 3 maanden rust krijg je dit. Voor type 2 diabetes is het erg belangrijk dat je glucosegehalte in het bloed zo stabiel mogelijk blijft. En met behulp van voeding en beweging kunnen we dat heel goed voor elkaar krijgen. In het onderzoek begeleid ik de deelnemers op het gebied van voeding door middel van individuele gesprekken en groepsvoorlichtingen. En tijdens deze individuele gesprekken gaan we kijken van hoe is de voeding nu en hoe is de leefstijl nu en hoe kunnen we dit aanpassen en je doelen bereiken. We kregen ook allerlei adviezen en dat is heel informatief omdat het ook met studenten is. Dus je krijgt de nieuwste inzichten. En dat vond ik ook heel leuk. Wat we proberen te doen is een beweeginterventie. Dus krachttraining, 3 keer per week onder begeleiding van professionals. En met behulp van een voedingsinterventie, waarin we mensen proberen te laten afvallen. En een verhoogd eiwit, een rijk dieet te geven. Om zo hun spiermassa te verhogen en het gewicht te verlagen. Ik ben 95 kilo geweest. Ja, nu ben ik 76 kilo. Er wordt altijd gezorgd dat alles interactief is. Dus dat je niet alleen maar in een klaslokaal zit te luisteren naar wat iemand loopt te vertellen. De trainingen bestonden uit 2 onderdelen, namelijk krachttrainingen met allerlei toestellen die in deze sportzaal staan opgesteld. Maar ook met de cardio-trainingen waarbij je op een fiets heel hard moet fietsen met intervalmomenten. Spieren zijn erg belangrijk als opslag voor glucose, suiker.
Als je een lage spiermassa hebt, is de kans groter dat er een hogere glucose gehalte is in het bloed. En dat is type 2 diabetes. Dus als we meer spiermassa hebben, hebben we een grotere reservecapaciteit voor glucose om te worden opgeslagen. Dus er wordt met de persoon zelf gekeken van wat past je binnen jouw leefstijl qua dieet. We hebben wel een voorgeschreven programma, maar dat wordt meestal nog wel persoonlijk aangepast als je bepaalde oefeningen niet kan. Of dat ze net even te zwaar zijn of te moeilijk. Of als ze juist te makkelijk zijn, dat we ze moeilijker maken. Dus het wordt echt individueel ingesteld op de persoon. Nutritia heeft gezorgd voor een bepaald middel, een soort van shake. Wat de deelnemers elke dag moesten innemen. En dat zou mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de lichaamsgesteldheid van diabetici. Het allerleukste wat ik heb meegemaakt is dat deelnemers binnenkomen die eigenlijk toch wel heel erg veel moeite hebben met hun chronische ziekte onder andere en te zwaar zijn. En eigenlijk nog niet zoveel weten van voeding of bewegen en gedrag. En in eerste instantie er ook niet zoveel voor openstaan. Maar zodra ze hier zijn geweest, dan zijn ze zo enthousiast en willen ze gewoon niks anders meer dan gezond leven door middel van voeding, bewegen en gedrag. Ik heb veel ouderonderzoek gedaan en daar zie je mensen toch wel moeite hebben met het opstaan van een stoel, met een stuk lopen. Terwijl we hele goede interventies, hele goede studies hebben gedaan en hele goede ideeën hebben hoe we dat zouden kunnen voorkomen of wel kunnen verbeteren of behandelen zelfs. Dus de combinatie voeding en beweging, denk ik, dat een hele sterke bijdrage kan leveren aan de gezondheid, de kwaliteit van leven van mensen. En als er dan te weinig kennis voor is, vind ik dat we daar meer onderzoek naar moeten doen. Zodat we de mensen kunnen helpen. Je moet ook formulieren invullen waarbij je op een gegeven moment per half uur aangeeft hoe je beweegt. Dat lijkt wat lastig, maar ik begrijp wel dat het nodig is om tot de goede informatie te komen. Om te kunnen kijken van wat kan deze persoon allemaal nodig hebben om tot verbetering van zijn lichaamsgezondheid te komen. Ik zag een advertentie in de krant en ik dacht van, oh, gewoon de echo. Dat lijkt me nou leuk om daar aan mee te doen. Ik was net van plan om de boel weer eens flink aan te pakken. En dat is hier gebeurd. Je krijgt een personal trainer, je krijgt een voedingscoach. Ik wil gewoon zelf goed in mijn lijf zitten en ik wil zeker geen suiker erbij hebben of wat voor andere klachten dan ook. Want dan ben je gewoon verder van huis. Kijk, ik vind gewoon, je moet naar de moskee gaan. Je moet je gewoon in je geloofhoofd houden. En je moet gewoon in beweging blijven. Niet altijd op de stoel zitten of gewoon. Je moet gewoon in beweging blijven. Dat is belangrijk. Het is gezellig. Het is goed voor je. En je krijgt een bewustere kijk op je eigen gezondheid. En je leert wat dingen over diabetes. Het is in alle opzichten een goede investering. Ik zou het zeker doen. Je hebt er zelf voordeel bij en ik kan erbij vertellen dat ik hele goede resultaten uiteindelijk heb behaald. Ik ben afgevallen, mijn vetgehalte is afgenomen, al mijn spieren zijn verzwaard, mijn spiermassa is vergroot. Kortom, je wordt je bewuster, daardoor ga je er meer naar leven, daardoor word je gezonder. En omdat je sport, word je fitter, actiever. Niks dan lof. Ik ben blij dat ik meegedaan heb. Elk begin is moeilijk en elke druppeltje is een begin van een rivier en elk korreltje zand is een begin van een strand.